Welkom bij Huurland. Vandaag stellen we u voor stronkenfrezen. De familie van de stronkenfrees bestaat uit deze twee toestellen. Een licht toestel, 13 pk, en een zwaarder, volledig hydraulisch aangedreven toestel, 31 pk. Waarom gebruiken we een stronkenfrees? Om een gevelde boom, de stronk of de wortelkluit, te verwerken. Het voordeel van een stronkenfrees is dat het werk heel lokaal gebeurt. Alternatief daarvoor is met een kraan uitwerken. Als je dit met een kraan doet, is er een veel groter beslag en maak je een veel grotere put. Het toestel van 13 pk is een zeer goed toestel, maar relatief licht en een groot deel van het werk gebeurt hier door de bediener. Het toestel van 30 pk is echt een zwaar toestel, staat zeer stabiel door zijn gewicht, is wat moeilijker te transporteren, maar al het werk wordt door het toestel gedaan. De bediener moet enkel hydraulische functies bedienen en het werk gebeurt bij wijze van spreken vanzelf. Voorbereiding van de werkzone. Als de boom geveld is, mag de stronk nog maximum 10 cm hoog zijn en je mag verwachten dat het toestel de stronk kan wegwerken tot 20 cm onder het maaiveld. De ruimte rond de boomstronk moet helemaal vrij zijn van stenen, kabels, metaal. Dus loop even rond en maak helemaal zuiver, losliggende stukken, alles weg, zodanig dat je op een veilige manier kunt werken. De werkzone moet helemaal afgebakend worden, zodanig dat het voor iedereen duidelijk is dat er hier niet mag gelopen worden. Geen medewerkers, geen kinderen, geen huisdieren. Het toestel zou eventueel stukken kunnen wegcatapulteren en die projectielen kunnen gevaarlijk zijn. We zorgen uiteraard ook voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. Handschoenen, zeker en vast. Ook een helm, gehoorbescherming en gezichtsbescherming. En veiligheidsschoenen zijn altijd aangewezen. De werking van deze stronkenfrees is zo dat we met het draaiende vliegwiel met de beiteltjes in een zwenkende beweging over de stronk bewegen en steeds 1 centimeter zakken en nog eens zwenken en zo telkens een heel klein stukje zakken en zwenkend heen en weer gaan zodanig dat de beilteltjes hun werk kunnen doen om de stronk weg te frezen. De andere hendels hier zijn de hendel om het toestel los te koppelen van het chassis, de belangrijkste, dodemanshendel, de hashendel, de rem om je toestel stabiel te laten staan tijdens het werken. De hendel waarmee je de hoogte kunt instellen, zodat je met een rechte rug kunt werken, want het is tamelijk arbeidsintensief. Onder de carburator heb je de benzinekraan en de choke. De startkoord en het handvat ervan. En hier de knop om de motor aan en uit te zetten. En dan helemaal vooraan de extra steun. Die moet weggeklapt worden zodra je begint te werken. En uitgeklapt om het toestel te starten en terug weg te plaatsen. Het is een benzinemotor hier aanwezig. Daarvoor gebruiken we aspen. En brandstof wordt altijd bijgevuld bij een niet draaiende motor, koud of afgekoelde motor, omwille van veiligheidsredenen. Het toestel is uitgerust met een dodemanshendel, dus die moet altijd ingetrokken worden bij het starten en bij het werken. Moest er zich een calamiteit voordoen, laat je de dodemanshendel los en de machine stopt meteen, zowel de motor als het vliegwiel. Bij het frezen zelf positioneert het toestel zo dat het net de zijkant van uw stronk raakt en dan gaan we zo laag per laag verder dieper in de stronk gaan werken. Bij het opstarten moet de extra steun nog steeds uitstaan. We zetten het toestel los van het chassis met deze hendel en we zetten de rem op met deze hendel. We zetten het hashendeltje op de startpositie. De schakelaar op 1. Benzinekraan aan. Choke bij een koud toestel ook aan. De dodemanshendel ingetrokken. En dan starten. Bij het werken van het toestel luister je heel goed naar het toerental. We werken altijd op vol gas.
Maar door belasting kan het zijn dat het toerental wat zakt en dat je dus het toestel te zwaar belast. Dan moet je een beetje teruggaan of een klein beetje het snijwiel omhoog brengen, zodanig dat de motor terug zijn toerental kan vinden en weer op volle kracht kan werken. Bij het starten het touw trekken tot je weerstand hebt, het touw weer helemaal laten intrekken en dan kort en krachtig trekken om te starten. Schok uit. En niet vergeten, die hendel weg. We zijn begonnen met de stronk die 10 centimeter boven de grond komt. De beitels van de machine raken de boomstronk en we werken steeds verder naar beneden. Door het feit dat de machine steeds meer wegvreest, komt het handvat steeds hoger en is dit eigenlijk zeer onhandig om verder te werken. Dus moet je regelmatig eens stoppen, het toestel op zijn steun plaatsen en met deze hendel de hoogte van het handvat aanpassen, zodanig dat we weer kunnen verder werken op een goede hoogte en met een rechte rug. Want werken met dit toestel is fysiek al zwaar genoeg. Je hoeft het jezelf niet nog moeilijker te maken. Bij langlopende huur is het noodzakelijk om het toestel dagelijks te onderhouden. Smeren van de twee roulementen. Een tweetal keer wat vet inpompen. En dan kan het toestel weer gebruikt worden. Onderhoud van de motor is nakijken van het oliepeil en uitblazen van de luchtfilter. Dit toestel weegt minder dan 150 kilo en is dus eigenlijk relatief makkelijk zelf te transporteren in een eenassige aanhangwagen of in een ruime lichte vrachtwagen. Goed sjorren is zeker belangrijk als je hem plaatst op de extra steun en dan hier en hier heb je steunpunten om je sjorriemen aan te brengen. Na het frezen is het meeste hout weggewerkt. Er blijft altijd nog wel een deel van de boomstronk onder de grond. Dat zal verder wegrotten, wat eventueel voor een beetje verzakking kan zorgen. Maar deze ruimte is wel helemaal klaar om nieuwe aanplant te brengen. Dit toestel is zeer geschikt voor het wegwerken van stronken van stammen tot, laat zeggen, een diameter van 20 centimeter. Of een haagje die weggehaald is. Als je grotere stronken hebt, zoals deze, is eigenlijk het zwaardere toestel beter geschikt. En dat kan je zien op de andere instructiefilm.